Op 8 december was de uitreiking van de gemeentepenningen in de gemeente Sliedrecht. Deze penning werd uitgereikt aan vrijwilligers voor hun bijzondere verdiensten voor het vrijwilligerswerk. Meneer De Bruin kreeg de penning uitgereikt van wethouder Lavoy voor zijn werk bij Anders Actieven. Dank u wel. Natuurlijk kreeg ook meneer Kraaiveld een gemeentepenning. Meneer Kraaiveld doet vooral vrijwilligerswerk bij de VV Sliedrecht, het Smartlappenkoor en bij de historische vereniging Sliedrecht. En mevrouw Van der Ven, de derde, kreeg hem uitgereikt voor haar jarenlang inzet bij het Sliedrechts Museum, het 4-5 mei comité en haar werk voor Waardhoven. U hebt de gemeentepenning gehad, hè? Voor hoe lang vrijwilligerswerk? Oh, dat ongeveer tussen de 20 en de 25 jaar. Ja, ja, 3, 4, 25, ik weet het niet precies, maar ongeveer zo. Ja. Het was een grote verrassing, hè, om hem te krijgen. Ja, dat had ik absoluut niet verwacht. Nee. Ik had ik echt geen idee van. Nee. Dus u doet heel lang vrijwilligerswerk. Wat doet precies uw stichting waar u vrijwilligerswerk voor doet? Nou, een beetje timmeren, pophuis maken, speelgoed, tafeltje, een kastje, al die soort dingen, ja. Ja. Met heel veel plezier al, ja. Nog een reden om door te gaan nu u die penning hebt? Oh ja hoor, ja absoluut. Ja, ja, ik ben er elke dag. Was het een verrassing om die penning te krijgen? Ja. Toen binnenkwam al dat de familie er was en ik zag allemaal bekenden. Ik denk, oh jee. Nou gaat het gebeuren, hè? Ja. U doet heel veel vrijwilligerswerk, hè? Vooral met ouderen en 4-5 mei. Het is gewoon leuk, denk ik, om vrijwilligerswerk te doen. Jawel, ja. Ja, als ik het niet zou doen, dan zou ik het missen, hoor. Voor welke organisaties doet u allemaal vrijwilligerswerk? Hoofdzakelijk in Waardhoven, een paar keer in de week. En in het museum, het Sliedrechts Museum. Ja, het 4-5 mei comité op het ogenblik nog erbij. U bent gehuldigd. Wat voor soort vrijwilligerswerk doet u allemaal? Nou ja, ik doe het vooral een hoop bij de voetbal. Ik ben al 55 jaar lid van de voetbal, maar ik heb in 1971 een ongeval gehad, waardoor ik actief moest stoppen met voetbal. En sinds die tijd ben ik elftalleider, grensrechter, scheidsrechter. Verder nog de Smartlappen, geloof ik, hè? Het Smartlappenkoor, daar ben ik een soort manager van alles. Als het moet, dirigent, maar ik ben daar de man die de PR voor het koor doet. En ja, ik doe daar iedere avond als er gezongen wordt, dan staat alles klaar. De meeste mensen komen om 7:50 binnen en die gaan op de stoel zitten en om 10:00 gaan ze weer. Maar realiseren zich onvoldoende wat er allemaal tussentijds gebeurt. En natuurlijk verder nog het historische vereniging en dialect, hè? De dialectclub, ja. Daar zijn we vanmiddag nog weer bij elkaar geweest, weer een hele nuttige vergadering vanmiddag gehad. We zijn bezig met een boekje samen te stellen waar ik de tekst van de winter van gemaakt heb. En daar worden op dit moment foto's aan toegevoegd. We hadden een heel select gezelschap van Smartlappenkoor Bagger met enkele gasten. Huip, ik heb dit in mijn handen gedrukt. Ik weet hier echt niks van. Ik ga wel meezingen, maar ik ben er niet bij betrokken. Nederlands repertoire, het zit vast de smalsmaat. Zing mee en dan merk je hoe droef het kan zijn. Dit was Actueel voor deze week. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.